Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Lana Draven en ik ben Miss Supermodel Universe Belgium 2020. Bij mij zitten nieuwe kandidaten voor het jaar 2021. Hallo, goedemiddag. Je mag u kort eventjes voorstellen. Hallo, ik ben Lovely Kelders. Ik ben 19 jaar. Ik kom van Limburg, de stad Bree. Ja. En waarom doe je eigenlijk mee met deze misverkiezing? Ik wil vooral laten zien waar ik kan wat ik kan bereiken. Ik vind het ook leuk gewoon om achter de camera te staan. En wat vinden uw ouders en uw vriend hier eigenlijk van dat jij hiermee meedoet? Vooral mijn stiefvader heeft mij hiertoe geduwd. Hij zei van neem een kans, je kunt het. Mijn vriend staat er volledig achter, want die runt mijn Instagram-pagina en die doet wel alles voor mij. Mama die staat er ook helemaal achter en papa die, ja, ze zijn allemaal zo wel achter mij en die zeggen van jij gaat ver raken in dit. Dus ja. Ik zie het al volledig voor me en ik kijk al uit naar een verdere campagne. Maar ja, wat zijn eigenlijk uw hobby's of wat doe jij in uw vrije tijd? Zoals ik al zei, ik doe fotoshoots in mijn vrije tijd. Voor de rest doe ik ook school. Ja. Ik studeer ouderzorg. Ik vind het heel leuk om met mensen bezig te zijn. Ik krijg ook heel veel passie terug van, of ja. Vriendelijkheid en zo terug. Ja. En ja, je krijgt gewoon heel veel respect van de mensen. Gewoon omdat je dat doet. En wil je daar ooit je beroep van maken van bejaardenzorg? Of heb je toch zoiets van, ik wil liever een kans wagen in de mode, fashion wereld? Ik wil sowieso proberen ver te geraken met mijn modellenwerk, omdat ik daar ook wel volledig zie zitten om te reizen. Maar ik zie ook zeker mijn beroep in het rusthuis, omdat ik daar gewoon mijn vrijheid kan vinden. En ik krijg ook gewoon zoveel respect van de mensen en ik zit daar wel op mijn plek, ja. En hoe komt dat je eigenlijk ooit begonnen bent? Want ja, je hebt ooit ook een eerste fotoshoot moeten doen. Ze hebben ooit mij gevraagd van wilt je een fotoshoot doen of eerst in een modellenbureau. Ze hebben me eigenlijk gewoon gecontacteerd en toen was ik aan het twijfelen van ben ik wel goed genoeg of kan ik dat wel. Toen heb ik toch de stap genomen om dat te doen en nu ben ik eigenlijk daar ingerold en ik wilde gewoon meer proeven van wat er allemaal rondspeelt. Super, kijk al uit naar jouw verdere foto's. Dankjewel Lovely en nog een fijne avond.